Welkom bij aflevering 227. Mijn naam is Mayra en wij reizen nu samen door een klein reisje heen door het tekstboek van Een Cursus in Wonderen. En wij zijn al bij hoofdstuk 31, de eindvisie. We zijn al een paar dagen bezig met het zelfconcept tegenover zelf. Dit is deel 3. Ik herhaal nogmaals, je zelfconcept is met een grote Z geschreven, omdat het de eerste letter is. Maar dit gaat over de kleine Z. Ja. Het klein conceptje die wij zelf hebben gemaakt. Hier, dit is onze ware zelf met een hoofdletter Z geschreven. Oké. Okay. Jezus zegt... Naar gelang je leerproces verder gaat, zul je heel wat zelfconcepten maken. Elk zal de veranderingen in je eigen relaties tonen, naar gelang jouw waarneming van jezelf veranderd is. Telkens wanneer er een verschuiving plaatsvindt, zal er enige verwarring zijn. Maar wees dankbaar dat het leren in de wereld zijn greep op je denkgeest aan het verliezen is. Oké, okay, eerst even fysiek gezien. Natuurlijk, het is duidelijk dat het fysieke lichaam blijft veranderen. Kijk maar bij hoe wij, wij waren eerst baby's en toen waren we tieners en nu zijn we volwassenen en nu komen we in onze oude dag terecht. En de persoonlijkheid verandert ook mee door al die ervaringen. Maar het gaat om de verschuivingen die nou plaatsvinden. De innerlijke, geestelijke verschuivingen. Dat wij leren nou dat wij niet het zelfconcept zijn. Dat wij een ware zelf met hoofdletter Z zijn. En dit kan soms verwarrend zijn. Want wij leren nu leven in liefde. Dat klinkt heel mooi. Dat is ook heel mooi. Maar dat is even wennen. Leven in liefde. Hoe ziet dat eruit? Hoe reageer ik op alles? Het kan een beetje verwarrend zijn. De wereld kan geen beelden van jou onderwijzen, tenzij jij die zelf leren wilt. Er zal een tijd komen dat alle beelden hebben afgedaan en dat jij ziet dat jij niet weet wat jij bent. Niets buiten mij kan mij definiëren. De wereld kan mij niet vertellen wie en wat ik ben. Alles wat ik denk buiten mij te zien, is een droom. Het is niet werkelijk. Dat wat niet werkelijk is, kan mij niet vertellen wat ik ben. God vertelt mij wat ik ben. In de droom, de Heilige Geest vertelt mij wat ik ben. Want kijk, de wereld van dat ego is meedogenloos. Die vertelt de droomfiguur dat niks deugt. We kennen het allemaal. Wij zijn geen goede cursusstudent. Wij begrijpen het niet. We zijn niet slim genoeg. Sowieso, wij zijn het niet waar om liefde te ontvangen, ach, noem maar op. Niets wat die droomfiguur deugt, deugt niet, nee, nee. Maar dat is van het ego. Zoals Jezus zegt, na gelang we verder studeren, leren we dat we dat lichaam, persoonlijkheid, al die verhalen, het hele verleden, dat zijn wij niet. Dat zijn wij niet. En wij hebben nou geleerd, dat wat wij denken te zien buiten ons een uiterlijke weergave is van onze innerlijke gedachten. En de gedachten zijn nou aan het veranderen, aan het verschuiven. Alles gaat nu veranderen. Wanneer ieder concept in twijfel is getrokken, en daar zal ik zo wat over zeggen, dat gebeurt stapsgewijs, hè? Moet je daar niet toe komen. Laat het ego daar niet opvallen van, oh, dat kunnen we weer niet. Ah. Nee. Wanneer ieder concept in twijfel is getrokken en bevraagd, en erkend wordt dat dit op geen enkele veronderstelling berust die stand houdt in het licht, dan is de waarheid vrij om in haar heiligdom binnen te treden, zuiver en vrij van schuld. Okay. En kijk hier, Jezus vraagt ons niet om alles op te geven. Hij vraagt ons niet om dingen op te offeren. Nee, nee, nee. Maar zijn wij bereid om te kijken naar wat wij op dit moment werkelijkheid hebben verleend?
Zijn we bereid om daar gewoon naar te kijken? Zijn we daar gewoon bereid om dat in twijfel te trekken? En wat doet mij pijn op dit moment? Ben ik bereid om in te zien dat ik mijn geloof en vertrouwen gelegd heb in iets wat onwerkelijk is? Dat is alles in twijfel trekken. Ben ik daartoe bereid? Wil ik dat doorzien? En zo blijven we doorgaan met de bereidheid elke dag eerlijk te zijn met wat wij denken, te voelen en ervaren. En onze twijfel hierover te geven aan de Heilige Geest. Dat is vergeving. En daarna kan het licht binnentreden. Oké, jongens. Nou, er is geen uitspraak die de wereld meer vreest te horen dan deze. Hier draait het helemaal om. Ik weet niet wat ik ben. En daarom weet ik niet wat ik doe, waar ik ben, of hoe ik de wereld of mezelf moet bezien. Toch wordt in dit leren verlossing geboren en wat jij bent zal jou over zichzelf vertellen. Kijk, die twee zinnen heb ik geel gemaakt. Nou, dat is, Jezus wil dat wij dat toegeven. Wij hebben ons vergist. Ik weet niks. Door niks te weten, door toe te geven, wij hebben ons vergist. Dan gaan alle innerlijke deuren open. Nou, en hoe moet ik de wereld of mezelf zien? Nee, ze gaan samen. Ze gaan samen. Vanuit de denkgeest is dit, de wereld en mezelf, één en hetzelfde pakket. Één en hetzelfde projectie. Ja, dat is moeilijk te geloven, maar dit is wat Jezus ons leert. En dit is onze vrijheid. Hier is de twijfel die Jezus ons vraagt om uit te spreken. Geven we toe dat wij niets weten? Zien wij nu in dat wij niet een lichaam zijn? Staan wij nu open om de verlossing te aanvaarden? Zo ja, dan zal onze waarheid, onze ware zelf, zich over zichzelf vertellen. Zelfconcept, lichamen. Nogmaals, wij ontkennen niet dat wij dromen van een lichaam. Wij ontkennen het lichaam niet. Ik zeg altijd, zorg zo goed mogelijk voor je lichaam. Wij hebben geen zorgen meer om het lichaam. En noem het niet meer ik. Het is niet wat jij bent. Ik ben het niet. Ik ben zoals God mij geschapen heeft. En ik kan geen twee identiteiten hebben. Dat noemen ze hier schizofrenie. Wij willen niet schizofreen zijn. Dus ik ontken mijn lichaam niet. Ik zorg ervoor. Maar het is nou in dienst van de Heilige Geest. We geven het lichaam een ander doel. Het is een klaslokaal, het is een communicatiemiddel. Het is nu dienstbaar. En dan kunnen we onze innerlijke glimlach delen en onze reis zonder afstand. En het zelfconcept? Nee, ik kies voor het zelf met een hoofdletter Z. Dankjewel voor het kijken. Misschien tot de volgende keer. Dag.